Ja, Pieter Verijs, 3-1 verlies bij Trentino en uitgeschakeld. Ja, dat was natuurlijk te verwachten, maar met de opgeheven hoofd hier vandaan, denk ik. Ja, inderdaad. Ik denk niet dat ze verwacht hadden dat we hier al een set gingen pakken. U weet al, zelfs bijna een tweede set hier kunnen pakken. Dus we zijn eigenlijk meteen van begin erin blijven geloven zoals het eigenlijk moet. En je zag dat ze toch een beetje onder druk begonnen te komen en dat hadden ze denk ik niet verwacht. Jij speelt aanvallend een heel stevige partij, vond ik. Maar wel op de bank moeten starten. Dus denk ik extra geprikkeld. Ja, dat is altijd als je op de bank begint en dan mocht inkomen, dan moet je nog eens extra bewijzen om erin te blijven. En ik heb die kans dan genomen nu dat ik erin mocht komen, al voor je eerste set. En het is inderdaad altijd een prikkeling. Dus ik ben er volledig voor gegaan. Hè. Ik vond vandaag Mazeik heel sterk en dan is de logische vraag, waarom kon dat vorige week niet, dit niveau, dit tactisch plannetje uitvoeren? Vorige week waren zij veel meer gefocust, zeker in het begin van de match waren ze volledig meteen aan de match gefocust. Natuurlijk, wij hebben nu ook wel beter en beter gespeeld, we kenden ze ondertussen al wat, dus we hebben een beetje kunnen aanpassen en beter op hun kunnen opspelen. En dat heeft veel meer te maken gehad. En je hebt weer in Italië laten zien tot wat jij in staat bent de komende jaren? Ja, voor de komende jaren zullen we wel zien. Hè. Zondag bekerfinale ook belangrijk, hè? Ja, zeker. Ik heb nog nooit een beker gewonnen hier in België, dus dat is ultieme droom. Ja. Okay, tot zondag. Bedankt, Pieter.